Dit item op Doesburg TV is mogelijk gemaakt door Zwembad Den Helder. Kees Rood, 1925 tot 2013. Oudste zoon van een gezin van 6 kinderen, vader, zaadhandelaar in Ballingsveen en Enkhuizen, studeerde Nederlands in Utrecht, trouwde met kinderen, gaf les in Nederlands in Arnhem en Wageningen, woonde met zijn gezin in Vel en de laatste jaren van zijn leven in Doesburg. Schreef een halve eeuw lang gedichten, ik schat ongeveer 600. En gaf in heel verschillende vormgevingen en inhoud ongeveer 15 bundels uit. Het was het meest productief in 1968, 1990 en 2003. Zo, dat is dan Kees Rood encyclopedisch verwoord. Maar nu. Een oude vis had niet naar lucht die even zwaar is als hij zelf. Dat is andere koek. Dat, dames en heren, zijn geen feiten, maar gevoelens, beelden, betekenissen. Een paar vragen die naar mij toe kwamen, waar ik even nu een antwoord op geef voordat we gaan beginnen. Het kiezen van een aantal mensen die vandaag een gedicht zouden kunnen lezen, dat was een vraag, dat gebeurde vooral intuïtief. Kennen ze Kees Aardgoed? Houden ze van zijn werk? Spreken ze enigszins verstaanbaar? En zouden ze het leuk vinden om te doen? En ook spannend als er onderling flink verschillend zou zijn. Ouder en wat jonger, vrouwen en mannen, ervaren voorlezers en dat heb ik nog nooit gedaan dus. Best mogelijk dat daardoor de interpretaties van de gedichten ook grote variaties zullen vertonen. Des te beter. Dat zou Kees amusant gevonden hebben en het doet ook recht aan de dichtkunst die breder zou kunnen, zou moeten zijn. Na wat lezersvragen, iedereen wil er mee doen trouwens, viel het op dat velen er twee of zelfs meer interessegebieden of zelfs beroepen op nahouden. Therapeut en beeldhouwer vond ik al een interessante, kok en docent, beeldend kunstenaar en schrijver, en voor de hand, fotograaf en saxofonist. Toeval? Misschien. Maar het kan ook wel zijn dat bij hen een bredere culturele belangstelling bestaat, die wellicht ook ingang kan zijn op Kees Rood en zijn poëzie. Kees was daar zelf trouwens ook niet vreemd aan, want weliswaar van krullen tot voetzolen een dichter, maar met buitengewone belangstelling en kennis van de beeldende kunst. De muziek, dat hebben we minder aangetroffen in zijn gedichten, hoewel één gedicht vanmiddag Nocturne heet, maar dat gaat overnachtelijk een cafébezoek. Ook de uitnodigingen voor deze middag gebeuren gecontroleerd, intuïtief. Met als een der ingangen zijn adressenboek, waarin ook zeer veel namen waren doorgehaald, maar gelukkig niet die van jullie. In het programma wat u allen, hoop ik, uitgereikt hebt gekregen, staat dat Thea, zijn zus, als eerste een gedicht zal voortdragen. Het is een gedicht wat zij goed kent, ze heeft het al eens eerder mogen zeggen. Een huis buiten de tijd. En de daarbij horende foto kunt u op de tentoonstelling bekijken. Wat leuk dat ik als eerste mag beginnen. Maar waarschijnlijk ben ik misschien ook wel de oudste. In ieder geval degene die Kees het langst heeft gekend. Zijn hele leven lang. Mijn leven lang. Het gedicht dat ik dus mag lezen is bekroond geworden bij een wedstrijd. Het ging om de literaire prijs van de provincie Gelderland bij gelegenheid van de eeuwwisseling. Dus het is van 2000. Het huis buiten de tijd. Het is een rederijkers gedicht, rederijkers refrein. Dat moest voldoen aan bepaalde eisen, net als toen. Het moet een bepaald, iedere strofe moet een bepaald aantal regels hebben. Er moet een vast rijmschema in zitten.
couplet moet korter zijn, moet dan weer een opdracht aangeven voor de, ja, voor de geliefde of voor de God. Nou ja, wie dan ook. In dit geval degene, de eigenaar van dat huis. Het groot ouderlijke huis. Mijn grootvader heeft dat huis laten bouwen met de bedoeling dat ons gezin daar later in zou komen. Kees en ik zijn daar dus helemaal niet in geboren, maar hebben we daar wel de nodige belevingen aan gehad en niet altijd even leuk natuurlijk, dat is overal zo, maar we zijn er toch wel aan gehecht geraakt. Kees heeft daar als kind denk ik ook gelogeerd, vandaar dat grootouders gevoel meegemaakt heeft en dat die sfeer in dat gedicht komt heel goed uit. Het is moet ik zeggen, bij de grootouders was het een beetje eng en stijf, oude veren in zwarte vazen. En toen wij daarin woonden, heeft mijn moeder wel gezorgd dat de sfeer wat losser werd en gezelliger. Geen bankstel in die tijd, vlak na de oorlog, maar bijvoorbeeld drie losse stoelen, die noemden wij de drie knechten van Godfried Bomans. In die tijd de drie knechten in het verhaal van of de strip van Paap Pinkelman. Maar dat komt in dat gedicht dus ook naar voren. Elke strofe moest eindigen met een bepaalde stokregel. En die moest dan weer zijn uit een gedicht van een moderne Nederlandse kunstenaar. Uit een moderne poëzie. Kees, Koos, Kees, Koos. Een regel uit Transplantatie van Gerrit Achterberg. De ondertitel van dat gedicht is Lament A196. Lament is een uitgedoofde kaarsenpit. Gelukkig leeft Kees zelf nog een poosje voort in zijn werk. Hij is dus nog niet uitgedoofd, maar misschien dat huis wel. Een huis buiten de tijd. Lament voor A196. De zolder. Nee, is nog niet goed. Harder. De zolder. Dof gekraak en duister. Als schotsen rekken zich de vloeren, doordrongen van een oud gefluister. Twee poppen die hun liefde zoeren, in een bestoft afzijdig kluister. Spaakwielen die een mand vervoeren, moest er dan toch een eind aan komen? De tijd staat met u afgenomen. De ouderkamer, schilderij. Madonna met ontblote borst, balkon, een pijlergalerij, spiegel met een bruine korst, een voorvaderlijke sprei, kraanwater dat zichzelf vermorst, avondlicht, verre genomen, de tijd staat met u afgenomen. De meidenssuite, giegelkast, het zusjeswezen. Houten bed, de vlinderweefsels, zoete last, lampetkan, teder neergezet, vrees voor een onverwachte gast. Verwachtingen en stille pret, vervloeiend tot in zachte dromen, de tijd staat met u afgenomen. Badkamer, zilveren ratelbuis, spooklicht. Door het achterruit. De meester van het stille huis, de Sik, Pretels en Rimpelhuid, de naamgever. Met kalm geruis gaat hij de kamer in en uit. Toonbeeld voor heidenen en vromen.
De tijd staat met u afgenomen. Peuken, wetpotten met jam, de moeder met haar pannenboel. De vader, kijk, daar heb je hem. Fornuis, aanrecht, oranje stoel. De kelderdeur, de ijzeren klem, geheim van ondergronds gevoel. Het keukenraam, klim op, de bomen, de tijd staat met u afgenomen. De rode haard, koffie, gerechten, de witte kist met de sigaren, keliumstoelen, de drie knechten, de prijscourant voor handelaren, bruin fotowerk van luchtgevechten, wandkasten, zilveren kandelaren, gordijnen, kwasten langs de zomen, de tijd staat met u afgenomen. Prins van het huis, kom zonder schromen, hij mee te hulp, niet in te tonen, de tijd staat met u afgenomen. Scherpe kant lezen uit 1968. Het is ook weer zo'n voorbeeld van meerdere beroepen in één mens verzameld. Dus zowel hij deelt de kunstenaar van huis uit, een van zijn werk hangt hier naast. En muzikus, we hebben het gehoord. Verder ook in het theater onlangs bezig geweest. Ik moet nog even inhaken op het feit, Eugène die noemde net het gedicht Nocturne. Ik heb met Kees samen, zijn we een dag bij mij in mijn atelier geweest. En daar hebben we muziek gemaakt en hij heeft daar de tekst bij gedaan. Dus ik heb nog drie cd'tjes over, dat komt later, want daar staat onder andere dat gedicht Nocturne op. Maar dan met muzikale begeleiding. Dat even kort. En die zijn straks te verkrijgen in de pauze. Ja, het is echt heel goed. Aan een scherpe kant van de regenbij bezeert zich de druppel. Vallend geneest zij in uw pas. Klas, sorry. Ja, even over de mond. Dan kunt u het misschien ook beter bevatten. Aan een scherpe tand van de regenpijp zeurt zich de druppel. Vallend geneest zij in de plas. Het voetspoor van een man, een strakke lijn op de weg. In de zachte grond liggen zijn levende voeten. Een oude vis had niet meer lucht die even zwaar is als hij zelf. We hebben behalve degene die een gedicht te lezen, ook aan twee personen gevraagd om te reflecteren in proza op de figuur Kees Rood. De eerste daarvan is Ton Luiten, die hem een lange tijd goed gekend heeft. Ton is, als ik het zo grof mag zeggen, uit de hoek van Neerlandici. Hij heeft ook zelf wel eens wat uitgegeven, aardboekje. En is ook wel gedoseerd bij mij weten. Heeft zich in ieder geval altijd met literatuur en poëzie bezig gehouden. Vandaar de vraag aan Ton om eens te zien wat voor soort dichter Kees Rood was. Toch? In 2011, toen ik nog stadsdichter in Zutphen mocht zijn, nodigde ik Kees uit voor dichtersavond. Ik organiseerde ik daar. En toen zei Kees tegen mij, hij was het zonder uiteraard. Dit is de laatste keer dat ik optreed in het openbaar.
Ik weet niet of daarna nog een optreden geweest is, misschien stiekem, maar dat kan ik niet meer nadenken. Ik heb mijn beschouwing op verzoek van Eugène geschreven om iets over het dichterschap. Oh, heb ik een uur de tijd of niet? ik zal het maar voorlezen, want als ik ga vertellen, dan ga ik onzin zeggen. Toen ik Kees leerde kennen in de jaren 60 en het gesprek ging af en toe over literatuur, noemde hij wel eens de naam van de schrijver Frans Erens. Ik verbaasde mij over zijn bewondering voor Erens, de 80er, die wel als verdienste had dat hij een artikel over Baudelaire en het proza gedicht in de Nederlandse literatuur introduceerde. Dan praten we over de 1886 rond die tijd. Bij het lezen van de bundel van Erens vervlogen jaren over vriendschap, humor en verloren jeugdjaren, begreep ik Kees zijn voorkeur beter. Ik wist ook toen dat Kees poëzie schreef, maar niet wilde publiceren. In dat opzicht was er sprake van bescheidenheid, of wellicht voorzichtigheid. Het waren meestal anderen die hem uitnodigden of aanzetten om toch ook eens als dichter iets van zich te laten horen. Zo extravert als hij was in zijn lijfelijke aanwezigheid, zo bescheiden was hij in zijn dichterschap. Misschien uit een soort ontzag voor de taal. De hand slaan aan het eigenlijke woord, zo noemt hij het schrijven in een van zijn gedichten. Alsof het bijna een misdaad zou zijn om de taal aan te raken. Op verzoek ontstond ook zijn eerste bundel, althans de eerste die ik onder ogen kreeg. Mijn laatste regels zijn de staven, 1984. Bij schilderijen van Enno Blok. Kees schreef het liefst over iets dat buiten hemzelf lag. Dat is ook het geval in de bundel Buiten IJs in 1990, bij tekeningen van Agnes van Rijen, of het bundeltje Fabels bij grafiek van Ina Minander, 2006. Poëzie is een gevoel in vriendschap, schreef hij in een van de bundels die ik van hem kreeg. Zijn handschrift had iets bijzonders, iets esthetisch ook. Zijn ik-poëzie hield hij het liefst voor zichzelf, geloof ik, en die werd ook meestal door anderen bezorgd, zoals dat heet. Daarin was hij op zoek naar de vervlogen of misschien wel verloren jaren. Op zoek naar een huis buiten de tijd, u hebt het gedicht zojuist gehoord, waarvoor hij de Gelderse Literatuurprijs kreeg. Hij noemde het een lament, een uitgedoofde kersenpit inderdaad. Maar het woord lament zit heel dicht aan tegen lamentatie, klacht. En dat zit er natuurlijk ook in. Elke schijnbare herinnering aan het grootouderlijk huis eindigt met de regel, u hebt het zojuist gehoord, de tijd staat met u afgenomen. De zoektocht in zijn poëzie naar een huis buiten de tijd heeft ook iets wat Schopenhauer noemt, ik citeer, een netelige zaak om in een vrij in de ruimte zwevende bol te leven zonder te weten waar vandaan of waarheen we gaan, om een van die wezens te zijn die zich bloedrood verdringen, om elkaar te vinden in een tijd zonder begin en zonder einde. Zo presenteert Kees zich in de bundels als het buitenijs, kaleidoscoop en koffiekan. De bundel Bolleschuur uit 1992, bezorgd door Lydia, leverde hem een hommage op van Leo Vroman. Ik citeer Leo Vroman: het licht, het weer en het menselijke in deze voorzichtige gedichten geven mij Holland op zijn best, schreef Vroman. Maar er is meer, Leo. Er is soms lijfelijk voelbare liefdespoëzie. Veel van zijn gedichten hebben soms de uitwerking van het idee dat wij zijn wie we niet zijn, dat we niet weten wie we zijn. Dat we ooit kind waren en dat hebben laten liggen. Ik citeer: het enige kind dat diep in mij op een geboorte wacht, schreef Kees. We hebben het verloren in een huis buiten de tijd. Nostalgie is een belangrijk facet van een romantische dichter. Het terugverlangen naar een tijd die misschien anders was dan wij veronderstellen. Eugène vroeg mij: is Kees nou de keiharde rationalist of de emotievolle romanticus? Ik denk het naast, maar wellicht de romanticus tegen Willem Dank. Want Kees hanteert de handhaving van de humor en soms ook de relativering.
Vroman prees dat licht in zijn poëzie. Maar meldt Kees in een van zijn gedichten. Het licht is eenzaam. Het licht is gemist. En hij ziet zichzelf als een stille getuige ervan. En de lezer van zijn poëzie krijgt geen kans om die emotie ten volle te proeven. Want voor hij zelf als lezer krijgt door te rijden in gevoel of emotie, heeft Kees zelf het licht al op rood gezet. Dank u. Maar ik zou je die twee dingen willen doen.
De titel van het gedicht wat ik zo zal voorlezen, dat heet In het verleden ligt de toekomst. Dit gedicht heeft Kees mij op 15 juli 1989 cadeau gedaan. En ik ervaar het als een heel persoonlijk gedicht. Kees was mijn leraar Nederlands op het Katholiek Gelders Lyceum. Ik kreeg les van hem in de tweede en derde klas van het gymnasium op de dependance van het Eusebius Buitensingel in Arnhem. We zijn elkaar sindsdien niet meer uit het oog verloren. Een paar jaar later zijn Egbert en ik met hem, Anneke en later Maria, bevriend geweest tot zijn dood vorig jaar. Het gedicht gaat als volgt. In het verleden ligt het heden. Wat nu? Ik sta te zwaaien met de dagen van mijn leven en roep je met mijn longen tot de hemel. Zo jong en met mijn blote voeten tussen de leeuwenbekken weet ik niet wat te doen of niet te doen. Behalve warme aarde toestaan als groet van toen. Het volgende gedicht is getiteld Wat Spruit. Dit gedicht heb ik in 1989 gekocht van Kees. Dat was heel klein. Want normaal koop je dan een kunstwerk, beeldende kunst of wat ook, maar geen gedicht. Dus dat was heel klein. Wat waai, dat betekent door wat waar wat. Voor Kees was dat toch Noord-Holland. Hij kende dat heel goed. Het gedicht gaat als volgt. Wat waai. Ik kan niet meer terug of heen. Ben in een fase beland van riet in water. Hoef niets meer. Hoef niets anders te doen dan waaien. Hoef niets te vertellen over wat ik zie als waar. Ik woon in een dorp waar de wind heerst en de waarheid waait waar hij wil. Het opmerkelijke van deze hele situatie was dat een paar jaar geleden werd ik gevraagd door de voorzitter van het bestuur van een verzorgingstehuis in Wijchen om een naam te bedenken voor een nieuw te bouwen vleugel. Tehuis. Er zouden twee nieuwe vleugels gebouwd worden. De naam moest kort zijn en goed in het gehoor liggen. De bewoners zouden de naam van de andere vleugel bedenken. Ik heb Kees gevraagd of ik het gedicht als inspiratiebron mocht gebruiken. De naam werd De Waai. De bewoners die hadden voor de andere vleugel de naam bedacht De Pas. Dus het heette De Pas en De Waai. Nou, ik vind het zelf heel mooi klinken. En het, het ligt goed in het gehoor. De bewoners, ze konden het ook uitspreken. Nu mocht ik de openingshandeling verrichten door op een knop te drukken. En De Waai verscheen in medium letters op de gevel van het gebouw. Tijdens mijn toespraak heb ik het gedicht van Kees voorgelezen. Op de receptie daarna kwam een van de genodigden, een historicus, en die kwam naar mij toe en vertelde dat het wel heel vreemd was dat de plek waarop het verzorgingstehuis gebouwd is, vroeger een doorwaadbaar moeras was. Dus, is dit toeval? Dank u wel. Alleen de verworpenen weten goed wat hemel is en wat zij aarde noemen. Alleen de bevoorrechten weten wat aarde is en wat zij hemel noemen. Alles blijft evenredig en zonder grens. Soms, als het nacht is en het universum suist
wordt iemand wakker, staat op uit zijn slaap en zegt: ik ben de profeet, maar men hoort mij niet. Arme, door kou uitgebeten man, één tand en een ziel als een droge waterput. Vrouwtje, waarvoor vechten wij? Ach meneer, dat weten we niet. De emmer valt in een put, als een salvo uit 1000 vergeten geweren. Uit 68 en deze gedichten die ik gaan lezen stammen ook uit een tekst. Kees en ik traden een vrijwel gelijktijdig aan naar het Wageningen Museum in de jaren 68 ongeveer. Ik wist niet hoe gauw ik daar weer weg moest komen. En het is ook aan Kees te danken. Die heeft geen onbelangrijk aandeel geleverd in het feit dat ik in aanleiding van deze functie nog steeds een klein pensioen geniet. Het heeft al best lang geduurd dat ik voornemens was te doen. Ik ga nu 8 witte gedichten lezen, zoals hier staat. Zij werden mij gepresenteerd als haiku, of in ieder geval haiku-achtige gedichten. Maar dat klopt niet. Want dan zou Kees zich niet aan de regels gehouden hebben wat het haiku betreft. En zo kunnen we Kees ook bouwen. En is dit ook een van de belangrijkste redenen dat we niet alleen collega's, maar ook een vriend zijn gebleven. Overigens lijken die gedichten meer op koplaars. Judith Hetzberg heeft er juist 111, weet ik, gepubliceerd. Zij noemt ze niet kooplaars, maar hoplaars. Dat kan ook. Hopla is een vier Spaans vers. Zoals u weet allemaal natuurlijk. Maar ook daar heb ik deze niet aan van. Ik zal proberen deze 8 witte gedichten, kleine gedichten. En ik zal zelf enig wit laten vallen tussen de gedichten, zodat ik beter kan. Ik heb het volgende. Het hakhout van de winter is zojuist verstoord. Als de zon tegen de zuidmuur komt aangeleund. Door jou zal ik de bomen waaien, de middag lucht kleuren, de stad bewegen. Beschouw jezelf als een paard, onzichtbaar voor de mensen, maar van een zeldzaam, ongekend ras. De zon van je vingertoppen houd ik toch vast in mijn hand. Twee kinderen van 8, de grote mensen lopen beneden voorbij. Als je je handen verliest, zal ik het werk voor je doen, naar het beeld en gelijkenis in mijn hoofd. Gedichten mogen klein zijn, tegen het hooggebergte heb ik het al lang verloren. Geef jezelf weg aan alle dingen die willen spreken. In 2003 maakte ik een aquarel, portret van Kees.
waarop ik met alle geweld heeft zijn prachtige handschrift wilde zien. Dus dwars door zijn hoofd, waar hij bedenkelijk zijn handen aan zijn bril heeft, alsof hij een zwaar probleem heeft voorgelegd gekregen, staan de volgende regels. Die prachtig mooi van bestonden al wel, had hij net geschreven. 1 minuut stilte voor mij, deze man, ademen wil hij en zover als dat kan. Het lijkt mij goed bij deze gelegenheid het werk van die naast om het hele gedicht, dat heet Love Song, voor u te zeggen. Niet omdat haar vriend zo saai, maar omdat zij zelf zo avontuurlijk is. Daarom. Ja, zelfs is alles wat zij in gedachten heeft veel mooier dan hij kan verdragen. Dat wordt een veldslag in zijn bloedsomloop. Hij weet van God nog toeten of blazen, zijn oksels huilen als zeehonden. Alles loopt verkeerd. Het is alsof hij voor het eerst hard werken leert. En oh, zijn hart. 1 minuut stilte voor mij, deze man. Ademen wil hij, en zover als dat kan, werd alles maar goed. Item op Doesburg TV is mogelijk gemaakt door Zwembad Den Helder.